Mijn naam is Sjoerd van Bilzen. Ik leg een vergrootglas op eigenaardigheden van specifieke modellen. Of praat u bij over bijzondere items op een auto. Welkom bij een nieuwe aflevering van Sjoerds Weetjes. Ja, de Porsche Boxster bestaat dit jaar, 2021, exact 25 jaar. Ja, en dat is toch een mijlpaal voor die kleine, compacte middenmotorsportwagen. En vandaar dat Porsche ook met een speciaal editie komt om juist die 25 jaar te eren. En dat is natuurlijk een Porsche Boxster 25 Years Edition. En die auto die is dan gespoten in GT Silver. Je kunt hem ook in een zwart of een andere kleur krijgen. Die heeft een rood lederen interieur. En die heeft van die koperbruine elementen op de neus en het luchtinlaat. En nog op een paar plekken op die auto. En met dat model, die actiemodel uit 2021, verwijst Porsche niet naar 25 jaar geleden, nee, naar 28 jaar geleden. Want 28 jaar geleden debuteerde op de autoshow in Detroit de Porsche Boxster Concept. En die auto, ja, die was gespoten in die GT zilverkleur en had een rood interieur. Een mooie verwijzing. Maar die conceptcar, ja, die kwam er in de geest als een studiemodel. Natuurlijk met het oog op de toekomstige Boxster, want die auto die moest gewoon onder die 911, 996 generatie in het leveringsprogramma komen. Ja, maar die eigenlijke kernwaarden van die Boxster, dat waren de kernwaarden zoals Porsche die ooit had met een 550 Spyder. En die 550 Spyder die had geen dak, die was lichtgewicht. En met die filosofie staat hier eigenlijk de auto zoals Porsche hem destijds had moeten brengen. Als een lichtere versie, een speciale versie, zonder dak, met een lager gewicht dus. Hè? Ja, en dat is eigenlijk binnen de hele Porsche stamboom is dit het concept. Ja, wat Porsche met die conceptcar liet zien. En die conceptcar die heette Boxster. En Boxster dat betekent box van Boxster motor. Die heette dat ster van Roadster. En deze auto die heet dan Porsche Boxster Spyder. Dit is de eerste generatie. Inmiddels zijn we aanbeland bij de derde generatie Spyder. En die derde generatie Spyder die heet tegenwoordig 718 Spyder. Nee, niet zoals je dat zou verwachten in de huidige line-up van Porsche. 718 Boxster Spyder. Nee, want wat zet Porsche opeens? Die zeggen, ja, maar dit is een Spyder en dat is dan niet een Roadster. Dus dan moet je onderscheid in maken. Nou, zover hadden ze voor deze eerste generatie niet doorgedacht. Maar voor deze eerste generatie hadden ze wel gekeken naar die conceptcar van die oorspronkelijke Boxster, zoals die in 1993 dus in Detroit op de autoshow stond. En wat dus eigenlijk een ja, moderne interpretatie was van die aloude 550 Spyder. Ja, want misschien valt het al een klein beetje op. Hij staat hier natuurlijk met open dak. En als je de Boxster-familie kent, dan weet je dat een Boxster altijd een softtop hier heeft liggen. En als ik dan de achterdekken open, ja, moet je kijken hoe mooi dat het is. Hè? Wat een groot paneel met die twee mooie power domes. Dan zie je hier zelfs geen kap liggen. Nee, maar wel een uitsparing voor een dak. Ja, wat hadden ze nou gedaan? Nee, ze hebben niet het dak achterwege gelaten. Ze hebben er wel voor gezorgd dat er een dak aanwezig is. Maar in de geest van die 550 Spyder, in de geest van die oorspronkelijke conceptcar, overwoog Porsche zelfs om die eerste generatie Boxster Spyder helemaal geen dak mee te geven. Helemaal niet. Het was, ja, of je reed open, ja, of je reed open, en als het regende, ja, of je reed open, of je bleef thuis. Maar een tussenweg was er niet. Uiteindelijk is er wel degelijk gekozen om die auto een softtop mee te geven. En zoals Porsche dat in 2009, toen die auto op de autoshow van Los Angeles tegen mij vertelde, ja, we konden niet die klanten teleurstellen. Er moest toch enige vorm van comfort, dus aanhalingstekens comfort, worden geboden door ja, die auto, de Porsche Boxster Spyder 1, een softtop te geven. Nou, ik pak die softtop er even bij. En, jawel, ik sta niet bij de auto. Nee, ik loop even weg en dan pak ik even het dak. Kijk, de softtop is een aparte unit. Het is zeg maar een cassette. Hier, je ziet carbon fiber. Dan heb je hier het softtop dak.
En dan heb je, ja, ik laat hem zo zien. We gaan hem even erop leggen. Maar dan zie je wat het dak eigenlijk is. Ik heb je net die uitsparing laten zien onder die grote tonneaucover. En daar hoort die softtop eigenlijk in te liggen. Hij bestaat overigens uit twee delen. Ik heb hier alleen het hoofddeel. Want hierachter, ja, we laten het zo zien. Hierachter heb je nog een apart deel. En dat is eigenlijk de achteruit. Je ziet hier wel dat glazen deel tussen die twee rolbeugels. Maar dat is gewoon puur het windschot. Hij heeft ook nog een echte achteruit. Ja, kunststof. Van stof. Met een plastic ruitje erin. Nou, oké, het concept van die Boxster Spider. Je moest dus even oppassen, want het is even een gehannes, alsof je naar de camping gaat. Hier zit nog een metalen beugel in. Even oppassen. Even kijken of die erin past. Die klik je dus. Klik je hier erin. Dan moet je even oppassen met die beugel. Leg ik even voorzichtig neer. Dan, als die erin zit, hij zit erin, dan moet je deze hendel hier in het midden, moet je erin klemmen. Dan doe je hem naar achteren, doe je hem vergrendelen. En dan heb je hier de rest van de softtop. Oppassen, want het is een metalen beugel. Die dan de auto beschadigen uiteraard. En die metalen beugel, die zet je dus. Die zet je dus hier, voorzichtig, in die rolbeugel. Hij moet iets omhoog, dan even naar achteren richten. Dan in dat gaatje, nu zit hij vast. Dan doe je met deze spanband, doe je hem hier vastklemmen. En dan vervolgens heb je hier natuurlijk nog twee van die elementen. Die draai je om en die zet je dan hier, zet je erop. En dan moet je hem met die beugel, doe je hem aanspannen. En dan heb je een hele mooie, fraaie, ja. Kijk, die doe je dan hier erop zetten. Moet je wel even de klep voor openen. Dan doe je hem erop klikken. Die doe je hier erop klikken. Kijk, hij moet iets verder open. Eigenlijk moet je hem openzetten hoor, er zit gewoon een pootje. Ik ben gewoon aan het hannissen. Maar er zit eigenlijk een pootje. En dan doe je hem draaien. En met die draaiing, daarmee span je het dak. Dus, hup, doe je hem zo. En dan laat je hem rusten. En dan zie je dat het dak wordt strak getrokken. Kijk, en dan heb je een noodkap. Nou heb ik al eerder gezegd, we hebben dit deel even achterwege gelaten. Maar dat betekent alleen dat je op twee manieren met deze Boxster Spider kunt rijden. Je kunt hem rijden met deze, laten we zeggen dat we het een bikini noemen, met deze bikini. Of je kunt zorgen dat hij helemaal is afgesloten. Dan krijg je ook niet die rijwind naar achteren. Minimaal, want hij heeft een windschotje. Nou, wat minimalistisch hè. En dan te weten, hij zit er nu niet perfect op, maar eens even voor de video. Anders zou die video gewoon 20 minuten duren en dat wil ik jullie ook niet aandoen. Omdat Sjoerd Verbeel staat te handelen met die softtop. Nou, en dan wil ze gewoon een heel dak achterwege laten. Sommige klanten die denken, denk ik, nadat ze voor de eerste keer dat dak erop hebben gezet, had helemaal geen dak gedaan. Nou, je ziet het aan de gebruikte auto's, hele lage kilometerstanden, er wordt heel weinig mee gereden. Maar ja, kijk, dat was in de geest van die 550 Spire. Eigenlijk geen dak en je rijdt hem eigenlijk ook zonder dak en dan toch om een stukje comfort te bieden van mensen die een hele dag gaan toeren en die worden overvallen door een regenbui. Dan kun je hem eventueel nog afsluiten. En vergeet niet, hè, als je hem ergens parkeert, kun je hem even. Maar dan kun je dat dak, kun je er dus opleggen en dan kan eigenlijk niemand, hier heb je dan een katluik, kan dan in jouw interieur. Ja, maar ik zei al, hè, deze auto is echt in de geest van die 550 Spider en nog beter, in de geest van die oorspronkelijke Boxster concept. En het heeft niet zozeer mee te maken dat de open auto's, maar ook met dat lichtgewicht karakter. Wat deed Porsche tegelijkertijd toen ze die Spider ontwikkelde? Nou, de auto werd in 2009 onthuld, 2010, 2011 werd die gemaakt. Ze hebben hem ook lichter gemaakt, ze hebben hem aangepast. Ze hebben het onderstel hebben ze iets aangepast om hem nog dynamischer te maken. Ze hebben die motor hebben ze 10 pk erbij gegeven, 320 pk in plaats van 310 pk dus. Maar ze hebben hem ook lichter gemaakt. Ja, maar liefst 80 kilogram hebben ze eruit geschraapt. Nou, ik denk dat je al weet wat een belangrijk geheel was binnen die gewichtsreductie. Juist hier, die softtop. Die weegt maar 6 kilogram. Normaal weegt die 15 kilogram meer, dus 21 kilogram. Nou, en dat scheelt natuurlijk, ja, gewicht, hè. Want dat gewicht dat haal je uit die elektromotoren om die softtop te bedienen. Elektromotoren,
Kijk eens naar die achterzijde. Hij heeft een vaste achterspoiler. Een, ja, zeg maar een mini ducktail. En die mini ducktail, die zit vast op de achterklep. En daardoor ja, heeft hij minder componenten, minder gewicht. In plaats van, zoals je dat op die generatie Boxster had, die elektrisch uitschuifbare achterspoiler, wat natuurlijk elektromotoren met zich meebrengt, meer componenten, dus meer gewicht. Ja, dat achterdek, dat is nu één groot geheel, vervaardigd van aluminium, net zoals die portieren, ook vervaardigd van aluminium. En dat zorgt er alweer voor dat het gewicht 15 kilogram omlaag ging. Kijk even naar die fraaie zetels, die, ja, die kuipstoelen, ook fors lichter dan de standaard stoelen in een Boxster. Dus in die Roadster. En als we dan toch in het interieur kijken, kijk, in dit geval gaat het niet op. Deze auto heeft bekerhouders. Maar daar kon je voor kiezen. Je kon kiezen van, nou, laat die bekerhouders maar achterwege. Maar eigenlijk moest je zeggen, nou, ik wil toch die bekerhouders hebben. Want Porsche zelf hield ze gewoon achter. Datzelfde geldt voor een climate control. Werd eruit gehaald, scheelt 6 kilo. Die radio scheelt 3 kilo. Die hadden ze ook, heel die audio-installatie hadden ze achterwege gelaten. En dan kreeg je er een bergvak voor terug. Maar als jij nou zei, ja, maar ik krijg je regelmatig met mijn Boxster Spider en ik moet op locaties zijn waar ik niet geregeld kom. Of je gaat lekker toeren, hè, dat je nergens naartoe gaat. Nou, oké, dan kun je toch ervoor kiezen om er een navigatiesysteem in te laten zetten in combinatie dus met die audio. En al die, ja, zeg maar de hele optelsom, dat resulteerde in een totaal wagengewicht van 1275 kilogram, waarmee het dus de lichtste Porsche Boxster van die tweede generatie werd. Ja, 1275 kilogram, hè? 80 kilogram minder. En dan zorgde nog die modificatie die ik had uitgelegd van het onderstel, dat een beetje meer vermogen, een beetje meer gekieteld. Deze auto heeft een sportuitlaat, moet je absoluut hebben, want dit is wel beleving. Met dat open interieur, met die achterzijde die open is, hoor je die sportuitlaat, die hoor je nog veel beter. En dat maakt het meer tot een, in mijn ogen, een rijmachine dan al die andere varianten van deze productlijn. Ja, Porsche die bracht deze Boxster Spider niet als limited edition. Nee, ze brachten hem als een, ja, als een beperkte serie. Dus er stond niet vooraf, stond niet vast hoeveel gaan we er bouwen, hoeveel zullen er verkocht worden. Nee, ze namen hem gewoon in productie en ze keken wel aan de hand van de klanten hoeveel auto's dat ze gingen leveren. Er staat vandaar ook geen nummer, specifiek nummer over een Porsche Boxster Spider in de auto. Dus geen plaketten, zoals ze dat bijvoorbeeld wel bij een 991 Speedster zien tussen die twee stoelen. Nou ja, uiteindelijk bouwde Porsche 1944 exemplaren van die Porsche Boxster Spider. En daarmee is die, ja, vier auto's zeldzamer dan zo'n 991 Speedster. Maar dat even terzijde. De grap is dat van die Porsche Boxster bestaat ook een actiemodel, een limited edition moet ik dan zeggen. Die heet dan RS60 Spider. Dat was een verwijzing naar die aloude 718. En die is gemaakt in een oplage van 1960 stuks. Dat zie je ook terug in de tweedehandsprijzen van die auto. Want die zijn ook hoger dan van een reguliere Boxster. En dat alleen omdat er een getal aangekoppeld is. Een oplagecijfer van 1960 stuks. Deze auto is dus een fractie zeldzamer dan zo'n RS Spider. Ja, dus als je nu kijkt naar die 25 Years Edition, het is een leuke verwijzing naar die aloude eerste generatie Boxster. Het begin, het zaadje van die Boxster stamboom die er uiteindelijk is gekomen. Maar als je het mij vraagt, is dit concept, deze auto, specifiek deze Spider, is toch wat mij betreft wel eigenlijk de grootste verwijzing vanuit de Boxster naar de oorspronkelijke conceptcar van die Porsche Boxster, zoals die in Detroit 1993 stond. Ja, maar dat dan die kleuren niet kloppen, de witte carrosseriekleur, hij was overigens in 6 kleuren, hoor. Die witte carrosseriekleur met dat zwarte dak, ja, dat moet je dan maar voor lief nemen. Maar dit is wel, ja, een Porsche Boxster puur sang. Ja, die Boxster Spider heeft dus uiteindelijk een softtop gekregen, gewoon om wat meer comfort te bieden
voor de bestuurder van die auto. Stel je voor dat je wordt overvallen door een regenbui bijvoorbeeld. Maar weet je dat als die softop gemonteerd is, dat Porsche adviseert om niet harder dan 200 km per uur te rijden. Nee, waarom niet? Omdat het een stoffen dak is. En boven de 200 km per uur begint het een beetje te klapperen. Het is natuurlijk ook niet totaal niet ergonomisch gevormd. Waardoor het te veel druk op het dak komt, waardoor die stof gaat rekken. En dat komt natuurlijk niet de kwaliteit van het dak ten goede. Maar hoe verwijder je nou die softop? Heel eenvoudig. Je ontgrendelt als eerste die achterklep. Die achterklep die open je, die zet je eventjes vast, want dat is nodig. Dat kun je niet alleen doen met louter één hand. Nou, vervolgens zit hier een staalkabel, die haal je los. Die zit achter die haak, die doe je losmaken. Waarom? Dat leg je zo dadelijk even uit. En die doe je vervolgens ook aan die andere zijde, maak je die los. Kijk, en dan is die losgemaakt. Dup. Die flappen aan de achterzijde in die soort van sleepogen maak je los. Die leg je even netjes opzij, dat ze niet tegen de auto aan klapperen. En dat doe je aan beide kanten. Je schuift ze omhoog. Dit is wel een heel slim systeem, want door dit systeem span je ook gelijk het dak. Nou, vervolgens deur open. Maakt niet uit welke kant. Je ontgrendelt de carbon fiber cassette die aan de vooruitstel vastzit, die ontgrendel je en dan kun je hem eruit pakken. Even iets omhoog klikken en je ziet al dat hij loskomt. Je draait hem om en dan moet je even opletten, want hier zit een beugel onder. En die beugel, daar moet je natuurlijk voorzichtig mee zijn, want daar zitten pinnen aan. En die pinnen die steken in de rolbeugel zelf. Kijk, als je dat alleen doet, dan is het altijd moeilijk. Dan moet ik even spieken. Kijk. En dan loop je even voorzichtig bij de auto weg. Dan draai je hem nog een keer rond. En dan heb je dus een softop heb je vast. En die softop die kun je hier achterin, boven de motor, kun je die dus opbergen. Dus heb je in ieder geval wel die softop heb je bij je. In een regenbui moet je toch wel eventjes onder een afdak gaan staan. Wil je hem weer terug monteren natuurlijk, hè? De Porsche Boxster Spyder met zijn afneembare softop.